Het mysterie van de wipkippen is opgelost. De hele week verschenen ineens op allerlei plekken in de stad wipkippen. Niemand wist wie ze daar had neergezet. Niemand wist waarom ze er stonden. Ik heb echt geen idee, maar het ziet er wel heel leuk uit. Ik heb echt geen idee. Nee, dat weet ik niet. Vandaag kwam er duidelijkheid. Het ging om een reclamecampagne voor een nieuwe kippenfarm in Wintelree. Een Eindhovens marketingbedrijfje heeft de actie bedacht. De actie is meer dan geslaagd. We hebben echt een enorm bereik gecreëerd. Veel gratis publiciteit. De opdrachtgever was zeer tevreden. En ik denk dat we ons doel hebben behaald. Namelijk het aandacht vragen voor het welzijn van in dit geval de kip. Sommige wipkippen stonden er maar even. Rijkswaterstaat of de gemeente waren er als de kippen bij om ze weg te halen. Maar desondanks, de missie lijkt geslaagd. Denk je dat de opdrachtgever tevreden zal zijn over deze acties? Of hij tevreden is? Hij is mega tevreden. Hij zegt, jullie zijn de partner die vervolgens onze acties gaan doen. Dus dat is helemaal mooi. Het is in elk geval een opvallende actie geweest. Ja, want het valt wel echt heel erg op. Ja. Ja, de mensen gaan kijken wat dient daarvoor. De kip wordt opgehaald. De kip wordt ook gegeten. De kip is lekker, dus ik wil eigenlijk een stukje vlees. Kijk, en de eieren zijn ook lekker, dus het is net waar je wilt allemaal. Van, ik kan er heel veel maken. Ik denk dat je dan beter bij een boer kunt gaan staan waar ze de eieren verkopen. En dan denk ik dat het beter zou zijn om dan actie te voeren. Dat is denk ik eerder, wordt het ei eerder gelegd, denk ik. Ja, dat het toch een speels actie is of zo. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat meerdere mensen gewoon denken van, oké, wat staat daar nou weer? De wipkippen hebben per stuk zo'n 400 euro gekost. En of ze nou worden weggehaald of niet, het is het geld volgens de bedenkers dubbel en dwars waard geweest.